mijn drietal vrienden Niek, Peters, Gabriel en Jaap Besseman organiseren wij dit evenement. Al voor de derde keer dus. Heel mooi, bijzonder evenement wat en een aantal jaren toch is uitgegroeid tot heel iets leuks. Ook dit jaar hebben we onszelf weer overtroffen. We hebben een tiental foodtrucks meer. Internationaal kaliber, Duitsland, België en ook het aanbod is gevarieerd. En we zijn zeer tevreden op, op basis van de eerste uurtjes. Ja. Dit hele grote complex kunnen huren. Kunnen andere mensen dat ook? Ja, dat kunnen ze via onze stichting doen. En dan ook voor feestjes, partijen en zo, bruiloften. Maar het moet wel in de aantallen zijn. Voor kleine groepen kunnen we dat niet doen. En die kunnen beter bij de plaatselijke horeca zijn eigenlijk. Dus dat is wel de bedoeling dat we daar geen concurrentie voor zijn hier. Ja, wij geven stoelmassages en dat is een actieve drukpuntmassage. Daardoor worden de mensen fit en actief. En zorgen we dat de pijnlijke schouders en de rug gewoon, geholpen is een heel goed woord, maar dat we daar wel mee kunnen helpen. Dus, en zorgen dat mensen minder verzuim is op bij bedrijven en op evenementen om weer lekker actief mee te laten deelnemen aan activiteiten. Ja. Wij zijn hier van Confetti Events en wij regelen eigenlijk het kindervermaak hier. Omdat ouders willen graag lekker eten en drankje doen. En de kinderen kunnen hier dan lekker vermaakt worden met knutselwerkjes, smink en noem het maar op. Marcel Zielman, CDA. Nou, ik weet niet of er absoluut wat moet veranderen, maar ik denk dat we in ieder geval moeten doorgaan met waar we mee bezig zijn geweest. En dat is vooral de verandering die in de binnenstad staat, de opgave die we daar nog hebben, het havenblok wat ingevuld moet worden, maar ook de mooie ontwikkelingen die nog op stapel staan en die moeten we vooral ook uit gaan voeren. Daarnaast moeten we absoluut ook oog blijven houden voor de zwakkeren in de samenleving. Als je beter in gaat zoomen op hoe komen mensen in schulden, dan zijn vaak ook de gemeente is een van de grootste veroorzakers van die schulden. En daar willen we wat gaan doen. We willen de mensen de schulden overnemen. Dat is in heel veel gevallen is dat namelijk goedkoper als de hele procedure doorlopen, waaruit op een gegeven moment bijvoorbeeld huisuitzetting bij komt kijken. Schulden overnemen en de mensen op leren omgaan met geld en zorgen dat ze niet weer in de schulden komen. En dat gaat volgens ons gaat dat op de langere termijn heel veel geld schelen en ook heel veel kopzorgen bij mensen en waardoor mensen beter mee kunnen gaan doen. Zwembad wordt een speerpunt, daar moet wat mee gebeuren. Is al eerder aangegeven dat het zwembad straks afgeschreven is. Is enorm toe aan renovatie. Wij hebben in het verleden al de wethouder is gevraagd van goh, ga eens in gesprek met collega-gemeenten om te kijken of je gezamenlijk tot een zwembad kan komen. Wij moeten de komende tijd in gaan zetten op Almelo en Biostad. Er zijn heel veel beroepen die, waar mensen niet meer voor opgeleid worden. Er is een prognose dat in 2020 er 3000 vacatures in Twente zullen zijn waar mensen niet meer voor te vinden zijn. Daar moeten wij als MBO-staat op inspringen. Wij moeten met de ondernemers, met het onderwijs, met de overheid, de drie O's, moeten we in gesprek over hoe we dit gaan tackelen. Er zit heel veel know-how, vooral bij ondernemers en bij de scholen, van hoe we dit kunnen doen. En wij willen daar graag als gemeente ons steentje aan bijdragen. Nou, ik vind eigenlijk wat er moet veranderen is op de manier waarop wij naar Almelo kijken. Wij moeten trots zijn op onze stad en wij moeten ook weer aanleiding geven om trots te kunnen zijn op onze stad. We hebben een vreselijk mooie stad. Ik heb promotiefilmpjes gezien dat als je daarnaar kijkt, denk je wat is onze stad toch eigenlijk fantastisch mooi. Nou, dat heeft dan ook te maken met groen. We moeten zorgen dat Almelo groen blijft. Daar moeten we ook voor blijven vechten. We moeten ook blijven vechten voor de boeren in ons buitengebied. Waar er steeds minder van zijn omdat die onder druk komen te staan. Dat zijn allemaal dingen die we de komende 4 jaar absoluut moeten blijven volgen.
weer de jaarlijkse open dag van de training hobbyclub Almelo. Dat is eenmaal in het jaar, dan hebben we open huis, gratis intree. En ja, we hebben hier een grote modelbaan in HO. Die is opgezet in de loop van ongeveer 30 jaar zitten we hier op deze locatie. Op dit moment hebben we ongeveer 30 leden uit Almelo en de verre omgeving. Het verste lid wat wegkomt momenteel is onze penningmeester, die woont in Hogeveen. En een ander lid in Enschede en Glanenbrug een aantal. Dus ze komen echt buiten Almelo komen ze ook. In totaal hebben we 30 leden. Waarvan zo ruim 20 leden die wat bijna iedere woensdagavond op onze clubavond komen. Ik ben zelf momenteel bezig met dit stuk van het station, met de bovenleiding. En met de bedding, de perron en dergelijke. En zo hebben de verschillende mensen, of één of met meerdere mensen, een bepaalde hoek waar ze bezig zijn. De ruimte is niet al te groot, dus je kunt ook niet met 30 mensen hier tegelijk op zolder zijn. Dat zou niet kunnen. Nou, verder is het een heel gezellige club. We zijn er zelf ben ik er ongeveer 10 jaar bij nu. En de baan is eigenlijk van oorsprong een Duits gebied, Malsveld. En dat is zoveel mogelijk op schaal nagebouwd, op verschillende stukken. Dit is Altmorschen dan, daar zijn we nu de laatste paar jaar al mee bezig. Malsveld Oost, dat is eigenlijk het grootste gedeelte. Nou, in totaal rijden er behoorlijk wat treinen. Op de ene baan rijden er handmatig gestuurd ongeveer 4-5 treinen momenteel, zoals nu vandaag. Met machinisten die wat allemaal met de handregelaar moeten regelen. Op de buitenbaan rijden ook een aantal treinen, maar die worden allemaal met de computer gestuurd. Meestal ieder jaar wel dat we naar het gebied naartoe gaan waar dus deze baan elk in werkelijkheid is. En iedere keer kijken hoeveel dat er afgekalverd is, want daar blijft niks meer over van het oude gedeelte wat er ook in de 50 en 60 jaren was. Het wordt allemaal aangepast in het nieuwe spel. Ja, we waren wel een stukje geschiedenis, alleen op een kleine schaal. Ja. En voor sommige mensen die daar regelmatig naartoe gaan, minstens één keer in het jaar, en sommigen die komen er al vaker dan één keer in het jaar. We zeggen wel soms, we gaan weer op bedevaart. Ik ben Lineke Bolhuis van de Minima Partij. De Minima Partij staat voor variatie, samen, eenvoud, ontwikkeling. Nou, de grote vraag is natuurlijk, wat willen wij over 4 jaar anders hebben? Nou, wat wij anders willen hebben is dat wij gewoon een betrouwbaar bestuur hebben. Waar we gewoon van op aan kunnen. Geen praatjes, geen poespas. Gewoon doen wat je zegt, daden. Dat is wat wij, waar wij staan over 4 jaar. De 3 belangrijkste dingen voor ons, dat is natuurlijk mensen met een minimaal besteedbaar inkomen, dat die krijgen waar ze recht op hebben. Een uitgebreidere collectieve verzekering bijvoorbeeld. Kansen voor iedereen en iedereen die mee kan doen in deze samenleving, in deze stad. Het tweede wat wij willen is een leuke, bruisende stad. Een stad met weinig leegstand, gezelligheid in de binnenstad, horeca, leuke boutiquejes, leuke winkeltjes en ga maar door. En tot slot willen wij heel graag dat de gemeente eens een keertje eenvoudige brieven schrijft, snapt waar de inwoners het over hebben, weet wat er moet gebeuren en gewoon duidelijke en heldere taal spreekt. Over 4 jaar hebben wij gerealiseerd dat Almelo een stad is waar iedereen de kans krijgt om mee te doen en mee te leven met een bruisende, leuke binnenstad, een overheid die naar je luistert, maar vooral de Minima-partij die pakt door en gaat door. We zijn hier vanmorgen op de Boekenmarkt bij Erve Noordic en ik praat met Sander Rettersbergen, want dat is de voorzitter van Erve Noordic. Wat is het unieke van deze boekenmarkt? Nou, wat vooral uniek is aan deze boekenmarkt zijn natuurlijk de tasjes. Voor 7,50 koop je een tasje en die kan je zo volstoppen met boeken die we hier op de achtergrond hebben als men maar wil. Wat heb jij hier voor boeken allemaal staan? Is er voor elke wat wils? Ja, we hebben inderdaad echt van jeugdboeken, we hebben kinderboeken, de romans, de thrillers, maar ook naslagwerken voor postzegels. Maar ook Tweede Wereldoorlog, echt voor ieder wat wils, ieder zit er wel wat tussen. Het is alleen inderdaad af en toe even zoeken waar wat ligt.
Hoe komen jullie aan al die boeken die hier verkocht worden? Nou, we doen vaak een oproep aan de mensen om boeken bij ons in te leveren. Dus mensen gaan dan kijken, zo van, nou, hebben we nog boeken liggen? En die kunnen ze bij het wijkcentrum afleveren. Op het moment dat grote aantallen zijn, kunnen we ze inderdaad ook gewoon ophalen op afspraak. En die krijgen dan hier vaak een tweede leven, of in ons wisselsysteem, of inderdaad op de boekenmarkt, dat mensen weer kunnen kopen voor andere mensen. Met andere woorden, als ik mijn zolder ga opruimen en ik kom boeken tegen, kan ik jou waarschuwen? Ja, dat kan zeker. En als het, maar men mag ze ook inderdaad gewoon langsbrengen. Dat is natuurlijk nog makkelijker. Maar inderdaad, grote aantallen kunnen gewoon op afspraak opgehaald worden. Het gaat goed met Erve Noordic, ook wat betreft jullie contacten met de gemeente? Ja, de contacten die we hebben met de gemeente zijn gewoon hartstikke goed. We spreken ze gewoon regelmatig over wat we hier doen. We kloppen ook inderdaad bij hun gewoon aan op het moment dat er dingen aan de hand zijn. En ja, voor de rest draaien we hier gewoon goed. En daar zijn we heel blij mee. Al zouden we wel graag misschien wat meer vrijwilligers hier hebben voor het dagelijks beheer. Nou, doen we erbij, hè? Het is nu echt klaar. Kun je opnemen? Ja, één tas. Lukt het zo? Ja. Nou, dan maar. Eén tas erbij. Nou, haal maar één tas erbij. Praten we even met een trouwe bezoeker van de boekenmarkt. U bent hier vanmorgen op die boekenmarkt in Erve Noordic. Zoekt u iets speciaals? Nee, ik zoek niet iets speciaals. Ik mag graag rondneus op zeg maar boekenmarkten. Dat is een leuke bezigheid. En soms kom je ja, kleine juweeltjes tegen. Ja, dat doen die voor elkaar zijn. Ja. Nou, ik ben er blij mee. Ik ben Gijs Stork, op dit moment fractievoorzitter van Lokaal Almelo Samen. Lokaal Almelo Samen is een lokale partij. We hebben geen binding met de landelijke politiek. Wij zijn een samenwerking van drie lokale partijen die de vorige verkiezingen meegedaan hebben. En we hebben met z'n drieën hebben we de meeste stemmen gehaald hier in Almelo bij de vorige verkiezing. Dus daarom zijn we lijst 1. En LAS, Lokaal Almelo Samen, is dus lijst 1. Kijk daar goed naar. Nou, wat absoluut moet veranderen is de cultuur hier in huis. We moeten beseffen, hier in huis moeten ze beseffen dat de gemeentebestuur is er voor de burger en niet andersom. De inwoners zijn er niet voor ons, nee, wij zijn er voor hun belangen te behartigen. En we willen die graag horen en we willen dat het gemeentebestuur vooral luistert. En dat heeft de laatste 4 jaar is dat echt misgegaan. De drie belangrijkste, we hebben de zorg voor de mensen hier in de stad. Vooral de ouderen. Op het ogenblik speelt dat heel erg, omdat het Rijk heeft dingen overgeheveld naar de gemeentes. Dus daar hebben we een dikke zorgplucht. Daarnaast hebben we andere dingen, lokale dingen. Afvalbeleid moet duidelijker. Verkeer moet beter geregeld worden. De wijkcentra moeten open blijven. Dat is absoluut de noodzaak. Ja, wat niet meer. Luisteren. Nou, als wij de komende 4 jaar in de raad gezeten hebben en dan meteen krijg je de vraag in het college gezeten hebben. Dat is voor ons niet van belang. Het college, in het college zitten is iets wat wij niet nastreven. Wij vinden dat er een college gevormd moet worden van maximaal 4 wethouders. En die moeten bestaan uit deskundigen. En niet zoals dus de cultuur is hier in Nederland dat de collegeleden worden uit de raad geplukt, naar deskundigheid wordt niet gekeken en dan krijg je alle ellende. En die ellende hebben wij de laatste 4 jaar duidelijk op ons bordje gekregen hier in Almelo. Er zijn 3 wethouders vertrokken, notabene, 3. Hè? Omdat ze gewoon ondeskundig waren. Nou,
Jullie hebben als bestuur en als directie van Heracles besloten om niet verder te gaan met John Stegeman. Nou, samen met John hebben we dat ook besproken. Dus we hebben samen met John gesproken en in goede harmonie hebben we ook de beslissing genomen. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te benadrukken. Zowel John, die gaf aan van, nou, ik wil wat anders gaan doen. En ook Heracles Almelo gaf aan van, ja, ik denk dat het na 10 jaar goed is om wat anders te doen. En John is de laatste 4 jaar hoofdtrainer geweest. Ja, nogmaals, wij zijn hem ook veel dank verschuldigd wat dat betreft. En wat heeft fantastisch gedaan. En hij heeft fantastische resultaten behaald. Waarom neem ik dan toch afscheid van zo'n trainer? Wat ik zeg, omdat we er beide het gevoel hadden om het wat anders te doen. En zowel John die aangeeft van nou, het is goed om nieuwe prikkels te hebben. En Heracles Almelo, wij dus die aan hebben gegeven van nou, misschien is het goed om nu weer wat vers bloed toe te voegen. Hoe gaat het traject nu verder op zoek naar een nieuwe trainer? Nou, daar zijn we eigenlijk gisteren mee gestart. Hè. Even John hebben wij het gesprek woensdagavond mee gehad, woensdag eind van de middag. Dus wij zijn donderdag hebben wij wat actie ondernomen. En wij zullen gaan zorgen, Mark, Jan en ik zijn dat, die gaan zorgen om te kijken van nou, wat zou kunnen passen. Wie staan er allemaal op jullie lijstje? Wij gaan niet op namen in. Maar dat had je wel verwacht dat ik dat zou zeggen. Nee, we willen gewoon de beste man op de juiste plek hebben. En om daar nu een tijdspad aan te hangen. Maar het zal duidelijk zijn dat wij, hoe eerder we duidelijkheid hebben, hoe beter. Als Legerman, deze week werd bekend dat jij Heracles gaat verlaten in goede harmonie. Hoe werkt zoiets? Hoe werkt zoiets? Je hebt een gesprek met elkaar en dan kom je eruit of kom je er niet uit met elkaar. Nou, we hebben besloten om uiteindelijk aan het einde van het seizoen met elkaar te stoppen. Maar ik ben wel echt trots op het feit dat ik hier heb mogen werken. Met fijne mensen heb mogen samenwerken ook. En nog steeds doe trouwens. Het feit dat ik hier 6 jaar assistenttrainer ben geweest, dat de mensen hier bij de club hun nek hebben uitgestoken om mij uiteindelijk het vertrouwen te geven om als hoofdtrainer aan de slag te mogen gaan en ook te mogen blijven. Ja, weet je weet op het moment als je contract tekent als hoofdtrainer uiteindelijk dat het een keer eindig is. En dan hoop je uiteindelijk natuurlijk altijd dat het door de voordeur is en daar ga ik mijn stinkende best voor doen. In die 10 jaar tijd ben ik ook Herakliet geworden. Is er ook zwart-wit bloed door mijn aderen gaan stromen? Ja, weet je, het is gewoon een club waar ik ben van gaan houden. En dat is denk ik heel erg fijn. Ik heb dit altijd ook als een stuk familie gezien. Dus ja, weet je, ik ben enorm trots op dat ik onderdeel heb mogen uitmaken van deze mooie club. En dat ik hier ook aanvoeding aan mocht hebben gegeven. Ja, ik ga zonder rancune hier weg en ik ben hartstikke trots en blij dat ik hier uiteindelijk heb mogen doen waar ik altijd van gedroomd heb. En dat is hoofdtrainer worden. Weet je, ik ben nog bezig bij Heracles en ik focus me op de dingen waar ik invloed op heb. En dat is volgens mij de trainingen, dat zijn de wedstrijden. We hebben met elkaar nog wat te doen en dat willen we zo goed mogelijk met elkaar doen. Ook John Stegeman wil dat zo goed mogelijk doen. En wat er allemaal tussendoor komt waaien, daar heb ik iemand voor die dat voor mij organiseert. En dat kan maar zo zijn dat er misschien binnenkort een keer een club uitkomt waaien. Dat zou ook kunnen. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar dat zou kunnen. Ja, weet je, dat is het proces uiteindelijk wat nu gaande is. Maar daar hou ik me niet zo erg mee bezig momenteel. Omdat ik me nu gewoon wil focussen op het voetbal. En ik kan dat ook prima scheiden, denk ik. Ik ben Wouter Teel, ik ben lijsttrekker van de ChristenUnie in Almelo. Nou, je ziet dat we de afgelopen 4 jaar is er heel goed ingezet op financieel herstel. Maar er mag wel wat meer ruimte komen om ook te investeren nu. Ja, want we vragen veel van onze bevolking, dus nieuwe dingen doen. En een ander ding wat de afgelopen 4 jaar een beetje is blijven liggen is de duurzaamheidsagenda, de energietransitie. En daar moet ook een grote slag gemaakt worden. De ChristenUnie heeft bij de verkiezingen 3 speerpunten. Dat is ten eerste iedereen telt mee. Dan heb je het over chronisch zieken, gehandicapten, mantelzorgers. Iedereen die wat extra's verdient, dat er ook aandacht voor is. Of als je extra kosten maakt, niet alleen minima, maar iedereen tot daar iets voor geregeld wordt. Een tweede punt is jeugd is de toekomst. Het begint al heel jong, het begint al voor de geboorte bij preventie. Zorgen dat mensen, kinderen goed opgroeien, alles schoolonderwijs, zodat je in een veilige binding goed opgroeit, zodat je later problemen voorkomt. Een derde punt is vrijheid, geloofsvrijheid. Dat je niet bespot wordt of belachelijk gemaakt
dat geldt voor mensen met een handicap als je anders bent. Maar dat geldt ook voor mensen die met een kabbeltje op straat lopen of wat dan ook. En dat je ook zorg en onderwijs in de eigen identiteit geregeld is. Nou, wat absoluut veranderd is of veranderd moet, is dat de burger zich herkent in de overheid. De overheid ziet als voor hem of haar, zeg maar, zijn vertegenwoordiger en tot er vertrouwen is in de overheid. En dat vraagt ook om een overheid die luistert, die faciliteert wat de burger wil en dat draagt. Meneer, het huis waarin ik woon en waar geen venster sluit, daar hou ik het met vrouw en zoon niet al te lang meer uit. Wel heb ik er als timmerman wat aan gerepareerd, maar het werd er weinig beter van, want alles is verweerd. Hier binnen waait het met dit weer en het lekt zelfs in de krib. Er valt, terwijl ik dit noteer, een sneeuwvlok op mijn lip. De oude kachel doet het niet, ik krijg de klep niet los. Het enige wat warmte biedt zijn een ezel en een os. Vandaar, meneer, dat ik u schrijf. Heeft u geen huis of zo? Meneer, wij willen alle vijf zo graag naar Almelo. You're sorry for
So I cut all my losses and quietly I moved. I plead to my thoughts. Schenk aandacht aan wat je wil zien groeien. Voel je vrij, laat dan zijn, zeg en niet boeien. Alles verandert, niks blijft hetzelfde. Je staat daar niet alleen voor, we zijn hier om je te helpen. Zelfde echte mens, met de figuren dan die aankan. Pijn lijkt het goed, dus blijf aanwezig als een maakvlam. Ga waar je gaan kan, en hou je vibe hoog. Breng de vorm, wees zakken voor wat je krijgt. Zo vergeet hoe je haten, herinner hoe je lief hebt. Luister naar je hart en, om wat je ziel zegt. Verwacht positieve, ongeacht de uitkomst. Hoop dat je wakker bent en voelt alsof je thuis komt. Nu begin, frisse start. Schijn je licht en vind je kracht, kom. Schijn je licht en vind je kracht, kom. Schijn je licht en vind je kracht, kom. Nu begin, frisse start. Schijn je licht en vind je kracht. Schijn je licht en vind je kracht. Schijn je licht en... De kracht heb je in verschillende vormen en maten. Wind, aarde, vuur, water. Probeer je kracht te krijgen door die te graven. Kijk naar binnen en zie je waarde. Ik denk terug aan die ene dag en de positieve energie die naar je bracht. Ik kon me niet anders dan met je geven, want alles wat ik heb, yo, wil ik met je delen en luisteren. We hoeven niet te stelen. Eén ding weet ik zeker, wat we binnen is vrede. Dus laat het zon weer schijnen naar je gedachten. Het contact dat we hadden was, kom mijn kracht in gebracht. Je toch op eigen kracht op, want je was gewond. Kan me nog voorstellen hoe je daar stond. Zet die hemmen bij de benen op de grond. Onthoud je bent altijd in goede handen bij ons. Kom maar. Schijn je licht en vind je kracht, kom maar. Schijn je licht en vind je kracht, ah. Schijn je licht en vind je kracht. Want langs de weg begin met de eerste stap. Langs de weg begin met de eerste stap. Kom maar, langs de weg begin met de eerste stap. Iedereen, klap met me mee. En klap, klap, kom maar klap, man. Ik hoor jullie niet, klap met me mee. Ik kan harder, kan harder. Ik kan harder. Denk als je komt vanuit de kosmos, ben naar de binnen waarom de stroom door mij laat er in glazen liggen. Vonden in mijn kop als een spons, meer in het emmer water met zeeps op. Stop, sta rechtop, als een pot met rotels in de grond, ze willen het. Allemaal pakken, maar wij hebben het. Want in ons handen we breken, samen, samen alle plakken. Takken op de rust, dat er volgens op de takken, maar ook op de uitkijk blijven. Oppassen voordat ze alles van begrijpen, maar wij zijn de krijgers, we kunnen alles bereiken en krijgen. Het begint bij jezelf, het is geen hernemen. We bevrijden alleen maar liefde en vrede. Hopen in zeven, energie besparen halen. Doe met ons mee en kom met ons mee varen.